Naam, beste broeders en zusters, zo zie je Nederland, het land van vrijheid, mashallah, is gewoon zomaar binnengevallen in een moskee. Naar aanleiding van enkel en alleen maar haatkranten, die haat zaaien. Goed, wij respecteren natuurlijk de Nederlandse wet. We zullen natuurlijk nooit iets doen wat verkeerd is, alhamdulillah. En zo zie je maar dat er toch op een dag, dat er toch dagen gaan komen, wanneer er toch de moskeeën worden aangepakt. Fiat, politie, kijk, hij verstopt zich. Is hier ingevallen. De parkeergarage van de auto van de moskee is vol met Fiat. Zie je? Dat is allemaal van de Fiat. Ze draaien zich mooi om. Ze willen allemaal niet op beeld. Kijk. Malafide. De malafide Nederlandse regering, die dan zomaar invalt, zonder enige reden, in de moskeeën. In de moskeeën van Nederland, beste broeder en zuster. Dit is nog vandaag in Masjid as-Sunnah. En morgen, en er is volgens mij ook in andere moskeeën in Nederland vandaag een inval geweest. Als ik mij niet vergis. Vandaag in Masjid as-Sunnah, morgen in welke andere moskee. Goed, nou is de vraag nog, wat zijn ze hier komen doen? Pesterijen gewoon. Ja, inderdaad, het is begonnen. Het is alhamdulillah begonnen, goed. Het was eigenlijk enkel en alleen maar afwachten wanneer het zou beginnen. Ze zijn zelfs ook bij de bestuursleden in, thuis gevallen, binnengevallen. Dus waar hun vrouwen en kinderen binnen zitten. De mensen zijn geen criminelen, maar we worden hier wel behandeld natuurlijk als criminelen. Je mag hier de moskee niet meer binnen. Je mag de moskee ook niet meer binnen. Hij mag ook niet op de parkeerplaats komen van de moskee. Daarom, wat is de reden die ze opgeven? Ze geven geen enkele reden op. We zijn bezig met een onderzoek. Blijkbaar een landelijk onderzoek. Allahu alam. Maar goed, het is gewoon even ter documentatie. Zodat we dat inshallah later ook kunnen terugkijken. Nou, sinds de camera's erbij zijn, gaan ze één voor één weg. Er zal niet veel spectaculairs gebeuren, waarschijnlijk. Maar dit is in ieder geval de eerste keer dat ze dit doen in een moskee. Allahu a'lam. Naar mijn weten is dat de eerste keer in ieder geval in deze moskee. Er zijn gewoon vriendelijke mensen hoor. Ik geef gewoon een hand, praten gewoon ook vriendelijk. Niks mis mee. Maar zo zie je maar, zou dit hier in een kerk gebeuren? In Nederland? Ik denk het niet. Allahu a'lam. Zomaar een inval in een kerk of in een synagoge. Heb je ooit een inval in een synagoge gezien nadat er een of andere haatprediker is gekomen vanuit Israël of waar dan ook vandaan? Laat me staan. Maar het begint beetje bij beetje, maar ik heb het altijd gezegd, Nederland is eigenlijk de Israël in Europa. Het is eigenlijk de Israël in Europa. Maar dan moeten we gewoon proberen te beseffen. Veel mensen hebben altijd zoiets, ja, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van mening, vrijheid dit, vrijheid dat. Allah, het is vrijheid inderdaad, maar niet voor de moslims. Het is vrijheid inderdaad, maar niet voor de moslims, niet voor jou of voor mij. Wij moeten ons eigen houden aan hun regels, natuurlijk. Dat is normaal. En hun
zoals zij zich eigen moeten houden aan hun eigen regels. Maar we moeten ook ons eigen houden aan hun eigen normen en waarden, wat buiten de wettelijke regels vallen. Doe je dat niet, dan ben je blijkbaar ook in overtreding in dit land. Jammer dat je niet naar binnen kan, hè? Goed. Ik bedoel, ik weet wat daar binnen in de moskee te vinden is. Er zit echt helemaal niets te vinden wat belangrijk is. Daarom begrijp ik niet waarom het zo lang duurt wat ze daar binnen doen. Inshallah, beste broeders en zusters. Dit is de beeld. Het is niet veel spectaculairs. Het is gewoon dat ze hier binnen zitten en dat ze hier gewoon aan werk aan het doen zijn waarschijnlijk. Natuurlijk hebben deze mensen er niet veel mee van doen. Nou, er is ook inderdaad een inval bij Fitra. Bij het Vetra zijn ze ook ingevallen, inderdaad, in Utrecht. Politie en Fiat. Ze zijn zelfs bij de bestuursleden binnengevallen in huizen. Waar ook gewoon de kinderen en de vrouwen zitten. Ik woon hier in Tilburg en mijn broer die woont hier ook. Hij is ook een van de bestuursleden in Fitra. En ik ben net langs hem geweest en ze zit ook bij hem binnen. Maar geen inshallah. Toen ik daar een filmpje wilde maken, verstopte de Fiat ambtenaren zich heel snel achter de auto. Het was echt een verstoppertje. Het was echt een kat-en-muisspel. Ik heb toch een kleine vlugge foto kunnen maken. Ja, moskee Sunna, beste broeder en zuster, doneer voor de bouw van de moskee. Je ziet, alhamdulillah, het is bijna af. Kijk, ik zal even een klein beeld te geven. Het is van buiten al bijna af, alhamdulillah. Ik zou zeggen, doneer voor de moskee, inshallah, zodat deze alsnog afgebouwd kan worden. Zoals op de foto, zo ziet het hier ook alhamdulillah ook uit nou. Alleen van binnen moet hij nog helemaal afgemaakt worden. Inshallah. Maar goed, ik laat bij deze filmpje, inshallah. En jullie zien gewoon eigenlijk hier wat hier gebeurd is. Als er iets spectaculairs gebeurt, dan kom ik gewoon, als het mogelijk is, weer live. En anders is dat gewoon eigenlijk hetgene wat hier aan de hand is. Barakallahu fikum. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de umma beschermen. En ons allemaal. Ja, rabbal alamin. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze land zoals waar wij leven ook vrede hierin houden. Ja, rabbal alamin. Want hier leven wij toch, hè. Dat is heel belangrijk. Ja, naam, ook in Tilburg. Het is waarschijnlijk een landelijk iets, blijkbaar. Meerdere moskeeën in Nederland zijn ze binnengevallen. Allahu a'lam, waar nog meer. Ik heb gehoord ook in Utrecht, sowieso. Maar dus ook hier in Tilburg. Nogmaals, niets tegen de politie of tegen de Fiat of wat dan ook. Voordat er weer een haatkrant opstaat, een Telegraaf of wat dan ook. Die dadelijk zegt van, ja kijk, deze extremisten of wat dan ook. Nee hoor. Wij leven in dit land, we hebben niets tegen deze mensen. Maar ik vind het gewoon... Graag dua voor degenen die zijn opgepakt. Inshallah is niemand opgepakt, beste zuster. Of zijn er mensen opgepakt, dat jullie weten. Volgens mij is er niemand opgepakt. Er zijn mensen wel die binnen zitten, die mogen niet meer naar buiten.
ook bij de bestuurders thuis. Die zitten binnen en die mogen niet meer naar buiten. Hier in de moskeeën bijvoorbeeld, de mensen die daar actief zijn, vrijwilligers, noem het allemaal maar op. Die mensen die binnen zitten, ja, die mogen ook niet meer naar buiten. Maar dat is de normale gang van zaken van de Fiat, als ik mij niet vergis, waar ze ook binnenvallen. Dus de politie is hier enkel alleen maar om te assisteren. Het is echt Fiat, hè? Auto van de Fiat. Hier binnen ze stonden nog 2-3 auto's en ook al weggegaan. Dit is auto van de Fiat, auto van de Fiat, auto van de Fiat. Jawel, er zijn mensen opgepakt, subhanallah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie is er dan opgepakt? Naar Fiat, hoe laat ik de belasting? Belasting? Ja. Waarom? Hoe laat ik de gang? Maar hier is مساجد اخرى باش يشوفوا واش المدخول واش والله ما نعرف يمكن على المدخول واش غدير البلاستين هنا البلاستين على الفلوس اي على الفلوس وحلوا السياره ديال البنت تاعي حلوها كانوا فتحوها شي علاش يمكن يا البلاستين ما كاين تما والو واش غيشوفوا كل شيء في البنك واش كاين شي حاجة تما في الداخل؟ على الفلوس واقيلا جو هجموا على الفلوس. ما كاينش تما حتى حاجة. ظنيت على الفلوس. حتى الروشي هادو سميتو البلاستين دين السلام. فيوت فيوت هادو. البوليس غير كيعاونهم. البوليس هنا غير كيعاونهم. ولا طريق تا هو سمعت سلمان قال لي الطريق تا هي واحد حتى في اوتريخت. دابا حتى المسجد الفتح حتى هو واقيلا فور انكير. ما نعرف. دينك فور يعني. انا كنقول هذا واقيلا دار اليوم شي تليفون خاطئ وبداو يتسلاو عليهم وقالوا لهم راه كاينه بومبا ولا الله يحفظ هذا الشيء اللي ظنيت انا ملي الصباح انا شفتهم وانا دورت سلمان بغيت نسولو قال لي راه قال لي راه سمعت الاوتريك حتى هي فيها وسولت البوليسي قال لي ما عرفتش انا ما لا لا هما عرفوا انا ما كيديروا غير اسيستير هذو كنعرفوا حيت لوي اخان ديال هنا كان لوي اخان ديال هنا ديال هذا البيك هذا ولا في اوسترويك سولته قال لي ما عرفتش قال لي انا كيدخلوا دابا كيدخلوا قدامي ويخرجوا ما كنعرفهم كيوريو الكارطه وكيدخلوا وا هما غير كيديروا اسيستير دابا اللي داخلين هما هذوك البلاستين سميتهم فيوت اللي كيديروا دابا اندرزوك كيديروا اندرزوك الا كاين شي حاجه مثلا ممنوعه ماش كاين غير يكون من نوع الصراحه يعني لا هما جايين بطريقه خاطئه وصافي حيت ماشي هادو جايين غير يعني يصعبوا الامور يبغوا يشبروا شي حاجه حتى يبغوا يبلعوك الى مثلا شي يعني دابا فورا ما كان حنا كلشي الناس كلشي كيخطا غير ماشي في هولندا الناس كلشي كيخطا العالم كامل ولكن دابا بالقصد ديالهم الى خطيتي احنا بغينا نشبرك تما في الخطا ديالك حتى نقولوا شوف هادو الناس المسلمين هادو اللي ولكن هاد الهضره خاصك تقولها ليه راه واحد القضيه راه نقولها ليه راه انا قلتها لهذاك قلت له دير دابا حنا ولينا بحال شي ارهابيين قال لي داس فاليامر قال لي ما هادي غدا غتجي عاود الكرونت راه مكتوبه دابا في الصفات ناوال ولكن غدا غيكتبوا اكستريميست موسكي بينوفال فيوت ها هي مشات داروا المشاكل ما كاين حتى حاجه اللي كنديروا المشاكل هذيك في امارانت راه هو هذاك سميتو راه الكريلو برا خدام بالكحل ولكن كيدخل 70 اورو في النهار مره يدخل 200 اورو مره ضروري وكل شيء كيخبعوا كل شيء كيخبعوا ولكن هما ما خصهمش كريلو ما خصهمش هما خصهم المسلمين ما عندهم ما يديروا ما تقولش كون كريست ولا كون هما كيدخلوا عندهم ولكن دابا اليوم عندهم المسلمين واش كيدخلوا عند الكنائس في الخطه ديالهم كيدخلوا عند الكنائس كيدخلوا عند هذوك المصلى تاع اليهود ما كيدخلوش عندهم هما كيديروا المسلمين يعني ولكن 100% كيقلبوا على الفلوس هما البوليس ديال الضرائب ديما كيقلبوا على الفلوس اي نعم الله المستعان امين الاخ سعيد نعم بارك الله فيك نعم بفطره يسوك ينفل بوضع عباده السلام عليكم السلام ورحمه الله بفترة سوق الانفال ما iemand zegt hier net er zijn mensen opgepakt ik vraag me eigen af wie er kunnen alleen mensen op zijn gepakt als er zeg maar hevig weerstand is geboden want deze mensen die komen de politie komt hier enkel alleen maar ter assistentie van Fiat en ja de Fiat die komt gewoon eigenlijk even de boekhouding even controleren
dat moet je zo zien. Maar morgen staat er natuurlijk in de kranten, dat staat waarschijnlijk vandaag al, bij Nieuw.nl en bij NOS, want Nieuw.nl neemt ook gewoon alles over. Maar bij NOS en bij Telegraaf en noem het allemaal maar op, staat natuurlijk gewoon, hè, die extremistische moskeeën die zijn binnengevallen en verdachtmakerijen en terrorisme en ik weet allemaal niet wat voor onzin ze allemaal niet uit hun mouwen schudden. Laat hem staan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala inderdaad alle moskeeën beschermen, al zijn huizen beschermen tegen elk kwaad. Waar deze ook vandaan komt, natuurlijk. En want we weten nooit waar de kwaad vandaan komt. En asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran heeft gezegd. Het zou zomaar kunnen zijn dat jullie iets haten of iets verachten, terwijl het goed voor jullie is. Dus misschien is deze inval juist goed voor de moskee. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ja. We weten het maar nooit. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de moskeeën beschermen en zijn dienaren die hem oprecht aanbidden ook beschermen, ya Rabbil Alamin. Ja, zo zie je. Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Een inval in een moskee. Ik sta er zelf versteld van. Ik dacht dat het alleen maar gebeurde bij de criminelen in de criminele circuit. Invallen, want het woord inval alleen al hoor je eigenlijk alleen maar bij criminelen en dergelijke. Dat je het bij een moskee moet gaan gebruiken, subhanallah. Ja, terwijl je zulke goede banden hebt met de gemeente als moskee zijn. Ja. Terwijl je heel goede afspraken kunt maken met elkaar, heel goed met elkaar rond de tafel kunt gaan zitten. Openheid van zaken hebt samen met de moskee, met de gemeentes. Noem het allemaal maar op. Ja, dus waar ze naar vragen, dat geef je ze ook. Maar dan alsnog krijg je zulke acties. Maar er zijn gewoon landelijk bestuurlijk bestuurd, deze acties. Die heeft... het is geen inval, maar een onderzoek van de Fiat. Ja, maar je mag er niet in of uit. Je mag er niet in of uit. Het is ook bij de bestuursleden thuis is er ook, zijn er ook... dus dan maar ze ook onderzoeken bezig. Ik mag niet eens bij mijn eigen broer bijvoorbeeld naar binnen, omdat hij ook bestuurslid is. Dus als het geen inval is, wat is het dan? Allahu a'lam. Zijn vrouw en zijn kinderen mogen ook niet naar binnen of naar buiten. We willen bijvoorbeeld de vrouw en kinderen naar ons toe brengen, ja, zodat ze daar zeg maar niets mee met deze onzin te maken krijgen. Het zal wel niet veel zijn, Allahu a'lam. Maar dat mag dus ook niet. Ja. We krijgen ze niet eens aan de lijn. Ze zijn hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Ze mogen geen telefoon opnemen of bellen. Lijkt het, want omdat we dus hun ook niet kunnen bereiken, Allahu a'lam. Nou ja, goed. Dat is een lekker onderzoek. Als ze onderzoek willen, dan kunnen ze ook gewoon naar binnen komen en vragen naar de papieren. En dan krijgen ze ook gewoon alles wat ze... Maar dat is dus niet een vrijwillig onderzoek, dat is een opgelegd onderzoek. Je werkt er maar aan mee, of je wil of niet. Dus het is in zekere zin eigenlijk toch wel een inval. Niet een inval zoals je deze kent bij de criminele circuit, zeg maar. Inderdaad, je hebt gelijk, broeder. Zeg maar dat ze met met zo'n grote stamboom, ik weet niet wat dat is, de deuren inslaan. Maar inderdaad, als je de deur niet open doet, dan wordt deze deur wel opengebroken. Ik wou eigenlijk net al gaan afsluiten, maar goed. Het is een primeur volgens mij. Dat zulke onderzoeken, nou, laten we ze maar onderzoeken noemen, bij moskeeën plaatsvinden. Maar geen inshallah, Allahumma yassir. Dat is het allemaal. Dat ze praten over die dingen. Dat moeten we al doen, dan kunnen ze hier al naar die pers. Pers? Die staat er al op de pers? Hier niet. Ja. Alleen niet straks. Oké, geen inshallah, de pers komt eraan, dus we gaan het even afsluiten.
Ja, safi. De gemeente die bezorgt, die bericht de pers altijd. Ja, voor dat ze, die blijven waarschijnlijk de hele dag hier, hè? Nee, dan zeggen we proberen voor het dorp hier weg te gaan. Oh, ja. Voor het gebed. Ja, zodat ze geen dingen krijgen. Mensen hier kunnen binnen zijn. Echt Bilal, kan je anders misschien kort vertellen wat deze moskee eigenlijk allemaal doet voor de gemeenschap, bijvoorbeeld samenwerking of verdieners, jongen, is nou geweld, veel negativiteit lijkt mij. Ja, inderdaad, broeder Enes, barakallahu fiek. Ik zou zeggen, deze moskee is een van de weinige moskeeën in Nederland die zich inzet inderdaad voor jongeren en voor de gemeenschap op een gerespecteerde manier, mashallah, zeer zeker. En zich blijft inzetten, alhamdulillah. Maar dat komt waarschijnlijk ook waarom zeg maar, zulke pesterijen zeker plaatsvinden. Omdat zeg maar, zo'n moskee, en dat zie je ook, subhanallah, echt effect heeft bij de jongeren. En het heeft echt effect. Als je gaat kijken hier rondom de moskee in de wijk, in de wijk Noord. We zitten hier in de wijk Noord van Tilburg. Wallahi, je ziet sinds dat de moskee eigenlijk hier is gekomen, tot vandaag, is ongeveer, ik weet niet, is meer als... meer dan ongeveer 10, 12 jaar. Je ziet dat veel mensen echt praktiserend zijn geworden. Echt zijn gaan praktiseren, echt hun geloof serieus gaan nemen. Vaker naar de moskee gaan, die jongeren zijn van de straat af. Die jongeren zijn van criminaliteit afgegaan, subhanallah. Dat is iets wat ik met mijn eigen ogen heb gezien. Laat staan wat veel andere mensen voor mij en beter dan mij hebben gezien. Wallahi, dat is echt een, subhanallah, zo'n mooie moskee. Het is niet alleen de muren. Kijk naar de moskee. Subhanallah. Als je deze moskee gaat vergelijken. Ja, oké, goed. Kijk naar deze moskee. Wat is het verschil tussen deze moskee en die grote moskeeën met die minaretten. Noem het allemaal maar op. Het is niet zo'n. Hè? Het is niet zo'n moskee waarvan je zegt van wauw. Nee, maar van binnen. Als je naar binnen komt, dan zul je zeggen wauw. Inderdaad. Dan zul je zeggen, mashallah, wat deze moskee allemaal niet voort heeft gebracht. En... ik zal je één ding zeggen, alhamdulillah, sinds dat deze moskee, naam is ook in Utrecht inderdaad, zijn ze ook binnen, subhanallah. Maar sinds dat deze moskee geradicaliseerde jongeren door kennis en inzicht geradicaliseerde jongeren door kennis en ja, zuster Marleen, inderdaad. Ik heb letterlijk mensen gezien, laten we zeggen iemand in ieder geval gezien, die aan het radicaliseren was en die zich inderdaad heeft gederadicaliseerd en die is nu zich echt inricht op zijn leven en zijn toekomst en noem het allemaal op. Niet dat het bij iedere hele gemeenschap bekend was, maar dat het inderdaad bij sommige van de gemeenschap gewoon te zien dat ze het aan hem zagen. En subhanallah, je ziet dan ook gewoon verandering door middel van de omgang van met de mensen hier in de moskee, door middel van de vele bezoekers. Is deze broeder inderdaad, want hij kwam, toen hij zeg maar, aan het radicaliseren was, kwam hij bijna nooit in de moskee. Ja, zo goed als niet. En hij ging alleen maar dus ook niet echt om met mensen buiten de moskee. Maar zijn bronnen waren altijd YouTube, Facebook, noem het allemaal maar op. En dan radicaliseert zo iemand zeg maar, op zich heel snel. Ja, die zit thuis in de woonkamer en die kijkt alleen maar de hele dag naar zulke filmpjes. En die gelooft er dan heel snel in. Maar subhanallah, sinds hij vaker de moskee is komen bezoeken, vaker zeg maar, de lessen heeft gezocht en bijgewoond en de gebeden heeft verricht, subhanallah. Zie je dat ook, dat hij ook gewoon helemaal afstand heeft genomen van die gedachtenwijze. Dat hij helemaal niet meer daar mee zit, subhanallah. Ja, alhamdulillah, dat is een gunst van Allah, subhanahu wa ta'ala. En dat zijn de moskeeën, daarvoor zitten de moskeeën. En ik heb nog nooit in principe een moskee gezien waar mensen zijn geradicaliseerd in de moskee. Die heb ik nog niet meegemaakt, die mensen. Die mensen radicaliseren altijd buiten de moskeeën, dus goed. Maar ja, het zijn altijd die haatkranten zoals de Telegraaf en de NOS. En ja, Gerard, ik moet namen noemen omdat het gewoon niet anders is, omdat we weten dat hun dat zijn. Ja, dat zijn toch diegenen die zeg maar, de islam, subhanallah, bestrijden. En dan, hoe kan je zeg maar, de islam bestrijden? Ja, dat kan je gewoon doen door middel van de moskeeën aan te pakken. Er is niks aan de hand, inshallah, als de administratie. Nou, inderdaad, broeder Mohammed.
er is ook niks aan de hand, inshallah. Het is alleen maar pesterij, maar zal het ook morgen en overmorgen en de volgende maanden weer allemaal in de kranten gaat komen, zodat meer de banden weer kapot gemaakt kunnen worden tussen deze moskee en andere moskeeën. Want zoals we weten zijn er vaker dan weer van die moskeeën, als je dan een samenwerking wilt aangaan met hun, dat ze zoiets hebben van ja, weet je wat, je bent gisteren in de nieuws geweest, je bent slecht, het is niet goed voor ons imago, dus blijf maar bij ons weg. We gaan niet met jou in zee. Maar dat zeggen ze niet direct. Ze zeggen ja, goed, dit keer niet. Inshallah, volgende keer. Zulke smoesjes komen dan van die moskeeën. En ze hebben ook alle recht. Ze willen natuurlijk niet met een slecht imago worden geassocieerd. En dit is het slechte imago die dan dus de Nederlandse staat aan de moskeeën geeft, aan bepaalde moskeeën. Dat is helaas het geval. Terwijl er in principe helemaal niets aan de hand is. Net zoals broeder Mohammed Riani zegt, er is inderdaad niets aan de hand. Ja, goed. Dit is dan toch waarom dan toch veel mensen gaan denken, er is toch iets aan de hand. Lees de reacties maar onder, zeg maar, kranten zoals de Telegraaf en andere. Dan zie je toch ook alleen maar dat er van die reacties zijn van mensen die helemaal niet snappen van de realiteit. En dat ze gewoon reageren op de wilde weg, subhanallah. En je zult dan ook zien dat hun reactie gebaseerd is op enkel een haatcolumn of wat dan ook, of een post van de Telegraaf of noem het allemaal op. Hè. Dus uiteindelijk hebben ze nooit onderzoek gedaan, ze zijn er gewoon vanuit gegaan datgene wat daar verteld wordt, dat gewoon ook echt waar is. En daarop zijn dan de reacties gebaseerd, subhanallah. En daarom zeg ik, er is niks aan de hand, inderdaad, er is niks aan de hand, alleen... Ze maken wel dat er iets aan de hand is. Maar ja, kijk, zo'n filmpje is gewoon enkel en alleen maar bewijs dat er helemaal niks aan de hand is. Hè? Maar ja, goed, ik ben benieuwd hoe morgen zeg maar, de kranten er, of straks eigenlijk al, hoe straks de kranten er eigenlijk al uitzien. Wat voor berichten er eigenlijk staan in de kranten. Maar goed, laten we het even doen met de moskee. Kijk, dit is de moskee, alhamdulillah. Een hele mooie moskee. Die van de buitenkant al afgebouwd is, alhamdulillah, dat is een gunst van Allah. Maar van binnenkant moet er nog heel veel gedaan worden, beste broeders en zusters. Dus nu als je aan het kijken bent, ga even naar Sunnah TV, dus www.sunnah.tv. En dan druk even daar op de Ideal knop en doneer voor de bouw van deze moskee, beste broeder en zuster. Zodat deze inshallah afgebouwd kan worden. En dat is inshallah een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Als deze afgebouwd zou worden. Want waarlijk, beste broeder en zuster, het is echt een moskee om trots op te zijn. En als je eigenlijk iedereen vraagt, de jongeren vraagt, de mensen die deze moskee kennen vraagt, van wat voor moskee is dit? Dan zullen ze jou vertellen wat voor moskee dit is. Ik zal jou vertellen in ieder geval wat voor moskee ik vind dat het is. Naarmate ik toch alhamdulillah heel veel moskeeën heb bezorgd en... Dit is een moskee, subhanallah, die heel veel heeft bijgedragen aan de opvoeding, zowel van jongeren als ouderen. Hier, alhamdulillah, vinden wekelijks lessen plaats voor zowel kinderen vanaf 5, 6 jaar tot en met ouderen die gewoon, wallah, je ziet gewoon soms mensen ertussen lopen die gewoon 50 jaar, 60 jaar oud zijn. En zij allemaal profiteren van de kennis die uit deze moskee voortvloeit. En het is allemaal, alhamdulillah, gematigde kennis van de islam. Niets wat eigenlijk richting de radicalisering gaat. Juist iets wat richting het goede gaat, richting hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala vrede maakt. Dat is waar deze moskee eigenlijk voor staat, beste broeder en zuster. En je ziet ook gewoon altijd, alhamdulillah, dat deze jongens uit de criminaliteit zijn gekomen. Jongens die altijd heel hun leven lang in de criminaliteit hebben gezeten, subhanallah, die zijn dan uit de criminaliteit gekomen door hun bezoeken aan de moskee en hun aanwezigheid in de lessen en dergelijke. Allah, deze moskee heeft echt, alhamdulillah, veel bijgedragen aan de umma. Deze heeft mensen voor. Uit deze moskee zijn mensen voortgekomen die lessen geven nu, alhamdulillah, over heel Nederland, maar ook Duitsland, België. Er zijn, alhamdulillah, ook heel veel bekende asatidah, mashayikh hieruit gekomen.
Ik ga geen namen noemen, maar de meesten kennen ze wel. De meesten kennen deze namen wel. Die zijn onder andere ook actief op Facebook en dergelijke, deze mensen, alhamdulillah. En dat zijn allemaal mensen geweest die hier hebben gestudeerd in deze moskee. De moskee Masjid Sunnah hier in Tilburg, alhamdulillah. Het is niet om deze moskee, zeg maar, een pluspuntje te geven, meer als andere moskeeën, expres daarom, wallahi niet, beste broeder en zuster. Het is gewoon aan te geven van, alhamdulillah, wat voor gunsten er zijn in deze moskee. En het is uiteindelijk een huis van Allah, subhanahu wa ta'ala, die moeten we hoog houden. En ook gewoon altijd aangeven van, wat de gunsten hiervan zijn, alhamdulillah. Maar ja, goed, jullie zien, het is niet echt veel spectaculairs, nogmaals. We staan hier gewoon de ingang te bewaken. Ze proberen, zeggen ze, voor het dorp klaar te zijn, zodat de mensen die alsnog het gebed kunnen verrichten. Het is dus een field onderzoek en niet een inval met machtsmisbruik, zoals we het ook vaker kennen. Alhamdulillah is er niet veel aan de hand. Het is dus inderdaad een onderzoek, waarschijnlijk naar de administratie. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen. En de moskeeën zijn huizen beschermen, ya Rabbil Alameen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk degene die hieruit weer een kwaad bericht willen maken, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun ogen, mogen Allah hun verblinden hiervoor, ya Rabbil Alameen. Want dit is waar het om gaat. Alhamdulillah. Goed, dit is de moskee nogmaals die gebouwd is. Doneer voor de moskee, barakallahu fikum. Je kunt doneren via Sunnah TV. Want dit is de huidige plek waar we nu zitten. Waar we nu eigenlijk het gebed verrichten tijdelijk, totdat de moskee eigenlijk zo afgebouwd zou worden. Ja, inderdaad, daar staan ze, de heren. De bewakers. De poortbewakers. Waar we staan. Wallah, hier is helemaal niets aan de hand, subhanallah. Dit is gewoon echt enkel alleen maar pesterij. Dit is echt pesterij. Kijk hoeveel. Alleen hier waren net veel, de hele parkeerplaats was vol, gevuld met busjes en auto's van de Fiat. Volgens mij hebben ze gezien dat er niet veel aan de hand is hier. Dan zijn ze gewoon ook meteen weer vertrokken. Het enige, wallahi, maak je echt niet echt druk om. Je maakt je enige waar je eigenlijk echt om druk maakt, zijn de moskeeën, de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de huis van Allah, daarom maak je eigen druk. Van oké, goed, die wordt weer in een zwart daglicht gezet. En terwijl dat in principe helemaal niet het geval is, er is niets aan de hand. Maar natuurlijk gaan weer de pesters morgen en straks al in de kranten schrijven wat ze willen. Persvrijheid heet dat. Ze mogen jou dan zoveel mogelijk vernederen en zoveel mogelijk aanpakken hoe ze ook willen. Ze kunnen zelfs zeggen van, hey, luister, kijk die mensen, dat zijn terroristen of wat het ook is. Allemaal staan. Nou, beste broeder en zuster. Alhamdulillah. Die mensen van de field die verstoppen zich heel graag. Dat is er één. Ik denk dat hij buiten beeld is, maar hij is gewoon in beeld. Kijk, hoppa. Die bord voor zijn hoofd. Want dat zijn eigenlijk degenen die hier aan bezig zijn. Oh, we gaan alle mappen in beslag nemen. Lange beste broers en zussen, ligt administratie. Kijk hoe goed, alhamdulillah, best wel goed bewaard. Daar ligt administratie volgens mij van 12 jaar geleden nog in deze moskee. Alhamdulillah, khair inshallah. Was Allah tawfiq voor deze serie, ya Rabbil Alameen. De vraag is of we daar ook gewoon netjes mee om zullen gaan. En niet een eigen spelletje gaan spelen. Maar kijk, de heren, de politie, die hebben hier in principe niet veel voor doen. Die zijn hier enkel alleen maar om te bewaken dat het allemaal goed gaat en dat de Fiat zijn werk kan gaan doen. Zonder problemen. Ja goed, dat hadden ze hier in principe niet gehoeven, want als ze gewoon een afspraak hadden gemaakt,
hoeft niet eens een afspraak te maken. Als ze hier gewoon waren gekomen en zeiden van we willen papieren, inzichtpapieren, we hadden die ook gekregen. Als we dat al aan de gewone mens tonen, dat staat, laat staan aan de anderen. Van advocaat is gebeld, Lauwe Aarlem, beste zuster. Ik weet het zelf niet. Ik ben ook niet bevoegd om een advocaat te bellen. Maar inderdaad, ook al zou een advocaat gebeld worden, of aanwezig zijn of wat dan ook, die heeft hier in principe niet veel. Die kan hier in principe niks doen. Omdat hij ook gewoon moet toekijken. Wat hier gebeurt. Nou, kijken wat er voor geldstromen er vanuit het buitenland zijn. Spanelen, dit is de enige moskee in heel Nederland misschien die geen... Nou ja, goed, nee. Heel veel moskeeën zijn er, bijna alle moskeeën. Die hebben geen geldstromen uit het buitenland, beste Zakaria. Daar kan ik best over mee praten. Ik heb hier vanaf het begin af aan dat de inzamelingen zijn geweest. Tot vandaag de dag heb ik erbij gezeten. En er is geen enkele euro vanuit het buitenland hier naar binnen gevloeid. Geen enkele. En mocht er nog een euro, nou mijn filter is inderdaad ook een inval. Mocht er een euro zijn gekomen, dan zou deze natuurlijk altijd langs de regering komen met inzage. Dus we zullen nooit iets doen wat ons zal schaden. De moskee zal nooit iets doen wat zich zal schaden. Om geld uit het buitenland te halen, als dat niet zou mogen. Maar ja, goed. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar de wet, het mag gewoon. Er is niets mis mee. Het zijn hun eigen wetten, het zijn de wetten van Nederland. Je snapt mij niet. Oh, goed. Sorry, Zakaria. Als je nou dan even kan uitleggen wat je bedoelt. Volgens mij zijn ze een beetje langzamerhand aan het vertrekken. Ze zijn alleen maar de dozen aan het inlaaien. Volgens mij gaan ze zo meteen de dozen inlaaien. Het is bijna dagger. Hoe laat is het trouwens? Ik kan niet eens op mijn klok kijken. Het is wel hartstikke warm voor zondag. Het is toegestaan om geld te ontvangen vanuit het buitenland. Onze Turkse broeders aan al hun imams worden betaald vanuit het buitenland. Ja, 10:59. Oké, ze zijn gewoon lauwe geren. Daar kan ik wel op. Het lijkt met in de wielen waarvoor zijn ze gekomen. Het is de Fiat broeder. Het is de Fiat. Dat is volgens mij belasting toch? Als ik mij niet vergis. Die zijn een heel onderzoek waarschijnlijk gestart. De politie is hun gewoon aan het assisteren hierbij. Niemand mag naar binnen of naar buiten. Degenen die al binnen zijn, mogen niet naar buiten. En diegenen die buiten zijn, mogen niet naar binnen. Maar, dus Allah teseer, en mogen Allah subhanahu wa ta'ala iedereen beschermen die voor het goede bezig is, ja Rabbal Alameen. Inderdaad, met een zuivere intentie. Ze gaan waarschijnlijk die dozen nu inladen. We blijven gewoon lekker uit de buurt, zodat we niets provocerend blijken te doen. Want als we dan een beetje in de buurt komen, salam wa rahmatullah. Wat is het probleem? Fiat. Fiat? Ja. Oh, belastingdienst. Ja, die zijn... Betaald, ja. Nee. Alles is gewoon goed. Maar die zijn gewoon uit het niets binnengevallen. Ja? Ja. Ik er om 6:15 wakker. Politie, dat schreeuwen. 6:15 al stonden ze hier. 6:15. Oh. 6:15 tegen. Maar dat betekent dat hier niemand binnen is. Dan zijn er was niemand binnen. Dan zijn ze gewoon binnengevallen. Schreeuwen, met de trappen zaten staan te kijken. Echt waar? Ja, met de trappen. Keihard schreeuwen. Gewoon echt schreeuwen? Ze schreeuwen van politie, deur open. Even doorgaan, op een gegeven moment braken ze de deur. Ze hebben de deur wel ingebroken? Ze hebben de deur ingebroken, ik heb het ook gefilmd. Echt waar? Ik zat daar, ja, ik slaap daar. Ze maken je gewoon wakker, ik heb het gewoon gefilmd. Ik heb wel een beetje haast. Misschien kan ik het even hier op de dingen doen. Ja, doe maar. Terwijl ik het aan het opnemen ben. Ik ja, wat gebeurt er nou? Ja, ze roepen gewoon, er is gewoon niemand binnen. Er is niemand binnen. Dan blijven ze gewoon roepen en op een gegeven moment breken ze de deur en dan gaan ze naar binnen. Ik begreep het ook niet.
kom met schoenen en alles aan, maar ja, dat is iets anders. Nou, broeder Amma, Barakalofik. Kijk even de filmpje van, kijken of we dat kunnen laten zien. Van de overbuurman Ahmed. Kijk. Kunnen we dat laten zien, dat is veel dingen, hè? Zon. Ja, dat is net. Ja. Ik neem op en net, een paar seconden later werd er opgenomen. Ja. Jammer. Ik zal die film wel even naar jou sturen. Ja, kan je hem mij sturen? Ik stuur jou wel. Ik zal hem eventjes. Kun je mij even mijn WhatsApp aan hem geven? Oké, okay. Ja, is goed. Ja. Ik wel, ja. Of ik kom wel straks langs. Ja, is goed. Ja, maar. Barakalafikum. Dawa Salafia is geliefd bij sommige partijen, daarom extra aandacht voor bepaalde organisatie onderdeel. Ja, inderdaad. Het is heel geliefd. Bij sommige mensen, sommige moslims zelfs, in de regering, subhanallah. We willen het heel graag kapot hebben. Kijk, weet je wat het is? Dawa Salafia wordt, de salafisme, wordt wel eens in een zwart daglicht gezet, de naam. Ze proberen het zo zwart te maken, maar je moet je eigen voorstellen, beste broeder en zuster, in het begin was dat de islam, op zijn geheel. En daarna, omdat de islam in zijn geheel helemaal in het begin, tijdens de profeet sallallahu alaihi wasallam, zuiver was. Toen werd de islam aangevallen. Dat was pure, zuivere geloof, er was geen veraftakking, waren nog geen groeperingen, noem het allemaal op. Maar goed, in de loop der tijden zijn er groeperingen ontstaan. En altijd is de groepering die altijd op de da'wa van Allah subhanahu wa ta'ala is gebleven, eigenlijk de doelwit gebleven van aanvallen en zwartmakerijen en beledigingen en dergelijke. Zoals het eigenlijk al was tijdens de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heb je een nummer gekregen? Nee, even zo meteen langzaam gaan. Mashallah, de broeder, die Turkse buurman van de moskee, hij zegt om 7 uur 's ochtends, stonden ze hier al te schreeuwen bij de moskee, van politie openmaken, inval, het is toch een inval, beste broeder, degene die eerder heeft gezegd, het is geen inval. Ze hebben toch de deur opengebroken, omdat om 7 uur 's ochtends hier niemand geen kip is te bekennen in de moskee, dan moeten ze eens vroeger komen. Ja, dat is fajr. Subhanallah. En ze hebben hier toch die deur opengebroken en fundamentalisme en extremisme. Dat is inderdaad een groot verschil, beste zuster. Fundamentalisme is de ware islam, waar de islam op gebaseerd is, op de Koran en de Sunnah. Als je deze volgt naar de wijze van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hoe hij en zijn sahaba en hun tabi'in hebben gehandeld. Dat is de fundamentalistische islam en dat is in principe de islam en hoe je deze moet volgen. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die hier een beetje uit wijkt dat hij meteen geen moslim is, zeker niet. Maar je hebt verschillende manieren hoe geleerden dan dit bestempelen. Maar uiteindelijk, de fundamentalistische islam, als je deze volgt, volg je eigenlijk hetgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam op was. En zijn sahaba, zijn metgezellen. En tabi'in. Dus dat is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft aangegeven. En dat is dan wanneer je dus Allah subhanahu wa ta'ala tracht tevreden te stellen. Dat is wat jouw doel dient te zijn. Zodat uiteindelijk de ultieme doel het paradijs in Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn. En dit is waar het om gaat. Het gaat niet om deze wereld. Deze wereld die even een kwartier duurt en daarna dat wij allemaal, net zoals wij erin zijn gekomen, ook uit zullen vertrekken. Nee, het gaat om de eeuwigheid, beste broeder en zuster. En daarom zeg ik altijd, probeer zoveel mogelijk je eigen te houden aan de islam, zoals de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en zijn metgezellen dat ons hebben overgelaten en nagelaten. En inderdaad, degene die dat wel doen, degene die dat trachten te doen, laten we het daarop houden, want degene die dus onder de naam Salafia vallen, die worden natuurlijk gepest. Die worden natuurlijk, daar worden natuurlijk wel de fouten gezocht. En om ze maar proberen zwart te maken, subhanallah. Goed, nogmaals, deze moskee heeft nooit en nimmer eigenlijk dichtgestaan voor omstanders. Abu Bilal. We hebben in deze moskee, subhanallah, nooit zijn wij dicht geweest voor buitenstaanders, voor de buurt, voor wie ook maar wat wil weten over de moskee. We zijn juist open geweest, deze moskee is juist heel open geweest, altijd naar buiten,
naar de mensen toe, zowel naar moslims als naar niet-moslims, bij uitnodigingen naar de gemeente toe. Ze hebben altijd gegaan, bij vragen ze hebben altijd de antwoorden gegeven. Er is in principe nooit iets verkeerd geweest wat hier uit deze moskee is voortgekomen. Natuurlijk behalve de zwartmakerijen van de kranten die dat heel graag willen doen. Zonder enige, Allah, er zijn zo vaak zwartmakerijen geweest over de moskee, deze moskee, zonder enige bewijs of zonder enige aanleiding of wat dan ook. Kijk, soms gebeurt er iets wat mensen niet aanstaat, maar dan betrekken ze gewoon heel veel andere zaken erbij om ons gewoon, om de moskee gewoon zwart te maken. Naam, en de overheid en de media noemt inderdaad fundamentalisme in één adem met extremisme. Inderdaad. En dan inderdaad mensen, die publieke mensen, ja, snappen dan het verschil niet. En wanneer ze zien fundamentalistische moskee, denken ze meteen, oh, jihad, oh, de terroristen zitten hier in Nederland, hoe kan dat nou, waarom worden ze niet aangepakt? Ja, maar dan meestal, de gewone mens, de gewone mens die hier in Nederland woont, dat zijn ook gewoon ambtenaren, dat zijn ook gewoon politie. En dat is, en dan, daarom zie je dan ook gewoon dat er gewoon echt een oorlog woedt vanuit zulke mensen, ook gewoon jegens moslims. Ik las laatst een artikel zelfs, een artikel inderdaad, dat er zelfs een politieagent zeg maar heeft getuigd dat zijn collega letterlijk, gewoon echt letterlijk, op moslims aan het jagen was. Of specifiek zelfs op Marokkanen, subhanallah. Ja, waardoor komt dat? Dat komt niet doordat hij gewoon uit het niets is opgestaan in de vroege ochtend en heeft besloten om moslims of Marokkanen te jagen. Nee, dat komt doordat hij in de media altijd leest hoe slecht deze mensen zijn en hoe vervelend deze mensen wel niet zijn en hoe fundamentalistisch die mensen wel niet zijn. Terwijl daar gewoon vijf van Jan en Piet en Hassan, er zitten ook wel Hassans tussen, de krant eigenlijk bepalen en bepalen hoe hij denkt. Wat verwacht de politie eigenlijk te vinden? De politie niets, want de politie zit niet in de moskee, die zit buiten de moskee de deuren te bewaken, dat niemand naar binnen kan of naar buiten. Maar de fiat zit binnen. Dat is de fiat, dat is van de Belastingdienst. Die zit binnen zeg maar voor een onderzoek blijkbaar, Allahu a'lam. Ik weet niet wat voor onderzoek, maar ik denk gewoon administratie. Goed, ik weet niet wat je daar wel vinden. Je zult daar niets in vinden, in ieder geval wat verkeerd is. Je zult daar alles in vinden, inshallah, wat te maken heeft met de moskee, de bouw, donaties, van alles en nog wat. Maar goed, dit is in principe eigenlijk ook wel goed voor de mensen die het altijd over voor de moslims onder ons, die altijd over de moskee praten van het geld wordt gebruikt voor andere doeleinden en dergelijke. Dus eigenlijk is dit eigenlijk wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. Asa'at takruhu shay'an wa huwa khayrun lakum. Dus het kan zo, nou kan er eigenlijk enkel en alleen maar bewezen worden dat het geld daadwerkelijk naar de bouw is gegaan. En niet naar andere doeleinden. Het is in principe best wel een goede zaak eigenlijk, als je het zo bekijkt. Aan de ene kant daar zal het heel veel goeds meenemen. Goed, beste broeders en zusters. Jullie zien dat het is de afgelopen, even kijken hoe lang ben ik al bezig. We zijn binnen een uurtje klaar. Ja, goed. Waar zijn de beheerders van de moskee binnen? Nee, beste broeder Abu Bilal. Die beheerders zitten thuis en daar is ook, hebben ze ook invallen gedaan. Dus de fiat en de politie zitten ook bij hun thuis. Maar hier zitten ze al vanaf 7 uur 's ochtends. Hebben ze de deur in getrapt. Ze dachten dat zelfs mensen hier binnen zaten, terwijl hier nog niemand binnen zit. Hebben ze hier de deur in getrapt. Hebben ze hier, zijn ze hier naar binnen gevallen. En uiteindelijk, zoals je ziet, vanaf 7 uur 's ochtends staan ze hier. 48 minuten ben ik bezig, ja. En subhanallah, je ziet, er is niks spectaculairs te zien. Waarschijnlijk als ze dadelijk klaar zijn, nemen ze de dozen mee met de inhoud. Nou, mijn invallen zelfs thuis, ja. Bij vrouwen en kinderen, geen contact. We hebben geen contact met de mensen, met de broeders die thuis zitten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala even bijstaan. Maar waarschijnlijk is niks aan de hand, bij idnillah, daar binnen bij hen thuis. Goed, ik ga het hierbij houden. Beste broeders en zusters, inshallah, als er echt iets gebeurt, dan horen jullie dit wel vanzelf. Maar dit is inderdaad, zoals jullie zien, het geval. Niets anders, niet meer en minder. Dus als jullie morgen de kranten zien, of straks, met andere teksten, dan weet je tenminste de teksten te combineren met de live gebeurtenis, wat hier gebeurd is. En dan weet je, als er gelogen wordt,
dat het daadwerkelijk ook leugen is, dan hoeven we het allemaal niet achteraf nog eens een keer gewoon bij te praten. Jullie hebben het allemaal zelf gezien. Laat me staan, duidelijk nemen zij de donaties mee. Beste broeder Abu Bilal, de donaties zitten op de bank, alhamdulillah, als ik me eigenlijk niet vergis. Dat kan misschien een paar euro daar liggen, al klein geld, in een winkeltje. Maar altijd liggen het geld ligt op de bank, altijd. Dus dat is wel heel belangrijk, hè, in deze tijden. Geer, beste broeder en zuster, ik ga het hierbij houden, ik ga afsluiten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de moskeeën, zijn huizen beschermen en alle moslims. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons altijd behouden op zijn pad. En ik zou zeggen, voortaan, ook volgende keer als jij zoiets meemaakt, blijf rustig, film het gewoon van afstand. Ga niet provoceren, ga niet iets verkeerds doen wat ze juist eigenlijk tegen jou kunnen gebruiken. Doe gewoon heel rustig, er zal niets gebeuren wat Allah subhanahu wa ta'ala niet wil. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal beschermen. Jazakumullah khair voor het kijken en insha'Allah horen we later meer hiervan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.